In deze video ga ik laten zien hoe je met een Arduino een knop twee manieren kan laten schakelen. Op deze manier en deze manier. Voor deze schakeling hebben we nodig een knop, een 10k ohm resistor, een 220 ohm resistor, een ledje, vier kabeltjes, een breadboard en een Arduino. Waar je mee gaat beginnen is op deze lijn je knop erin zetten, goed aandrukken zodat hij goed contact heeft, zodat hij goed zit. Zo. Dus wat je dan doet is je kijkt op je Arduino naar de 5 volt hier. Daar doe je je draadje in. Zo. Die verbind je met je knop. Dan aan de andere kant pak je je draadje aan deze kant en aan deze pin, zodat hij vanuit hier zo, dan die kant op en dan zo, en dan heb je hier deze pin. Dat komt omdat deze zijwaarts schakelt en zo doorverbonden is. Dus dan doe je die daarin. En deze gaat naar de 2. Zo. Dan pak je je 10k ohm weerstandje. Dat kun je zien aan de kleurencode. Zo. En die doe je bij de groene. Zo. Daar. En hier in je breadboard. Vanuit die 10k resistor ga je zo een draadje naar de ground van je Arduino. Zo, ja. En dan heb je als het ware je eerste schakeling al voltooid. En dan gaan we nu naar de code toe. En dan hebben we hier zeggen we button pin. Nou, dat is nummer 2. Dat komt omdat die hier in de nummer 2 zit. Daar, via deze kabel. Dan gaan we naar led pin 13. Dat is het ingebouwde ledje. Of het pin nummer 13 op je Arduino. En dan button state 0. Dan gaan we gewoon vanuit dat de button state 0 is. Dan hebben we hier de pin mode. En dan led pin en dan output. Zeggen we weer dat de led pin de output is. In dit geval nummer 13. En dan hebben we de pin mode. En dan hebben we de button pin input. Dus dan zeggen we dat button pin in dit geval 2 is de input. Waar dit de stroom ontvangt. Dan hebben we hier button state is digital read button pin. Dus dat betekent dat
Digital read betekent gewoon een 1 of een 0. Een button pin, dan zegt hij van, dan leest hij vanaf die af of het een 1 is of dat het een 0 is. En dan hebben we hier een if statement. Dus dan zeggen we als button state is, dus is gelijk aan high, dus 1 in dit geval. Dan staat hier digital write led pin high. Dus dan gaat hij een hoge stroom naar de led pin. En dan else, dus if is hier als. Als dit hier gebeurt, tussen de haakjes, dan gaat dit gebeuren hier. En als dit niet gebeurt, dan gaat dit gebeuren. Dus digital write led pin low. Dus een lage stroom. Dat is eigenlijk wat hier staat. En als je dat dan doorvoert naar de Arduino toe, dan ziet dat er zo uit. Ik heb hier de knop. En dan druk ik op de knop. En dan gaat hij aan. Nu kan je dat ook doen door. Nu kan je het ook andersom doen. Dus dat de knop aan. Dat de led aan is. Maar dat je niet de knop indrukt. Dat is door deze. En deze. Om te wisselen. Deze gaat nu hier naartoe. En deze gaat nu hier naartoe. Zo. En dan zie je dat deze nu aan is. En als ik op de knop druk, dan gaat hij uit. Dus dan hebben we het omgedraaid. Zo. En hoe we hier nu een ledje op aansluiten, is dat we hebben gezegd dat 13 is de output. Dus vanuit 13 doen we een draadje zo naar ons breadboard toe. Zo. En deze doen we dan zo met de plus. Dus met het lange pinnetje. De plus. Die gaat zo naar dat, in dit geval, paarse draadje toe. En dan doe je een weerstandje van de negatieve. Nou, dan draai je wel even het ledje om. Want dat is handiger. Zo. En weer dit draadje op positieve. En dan dit weerstandje. En 220 ohm weerstandje. Die gaat dan naar de ground toe. Die met de min verbinden. En dan is die aan. En dan als we op de knop drukken, dan gaat die uit. Zo. En als we nu weer de schakeling willen omwisselen, dan moeten we deze weer hier naartoe doen. Deze moet dan weer, even kijken, deze moet dan weer zo terug naar die. Dan moet je deze weerstand naar de overkant brengen, naar de ground. Dus het zwarte draadje. Dus hij moet in verbinding staan met het zwarte draadje. Zo. En dan werkt het ledje ook mee. Zo. Nu is het ook zo dat sommige knoppen, zoals deze, hebben hele korte pinnetjes.
Dus dat die net niet ver genoeg komen. Dus wat je dan krijgt is, als je hem er net niet helemaal goed in hebt, dan gebeurt er net niks. Nu, om te kijken of dat aan jouw schakeling ligt of aan het knopje zelf, kan je heel even een extra draadje pakken. Zo, een extra draadje. En dan zet je de ene kant van het draadje aan deze kant neer. Zo. En de andere kant aan deze kant. Net zoals dat de knop zou gaan schakelen. En dan kijk je als je contact maakt of het dan ook werkt of niet. En ook belangrijk is deze 10k ohm weerstand. Want als we die eruit halen, dan noemen we, dan gaat hij wat we zeggen zweven. Kijk, ik heb hem er nu uit. Hij heeft totaal geen verbinding. Maar als ik mijn vinger of hand beweeg, dan gaat hij in één keer een signaal geven. Dat komt omdat de ingangen van de Arduino heel erg gevoelig zijn. Dat betekent dat je de input altijd naar 0 moet trekken, anders dan gaat hij zweven. En dat doe je gewoon met een hoge weerstand. Dat kan je doen met meerdere weerstandjes achter elkaar, of gewoon één hoge weerstand of zo. En dan doet hij weer zoals normaal. Zo.